Het mooiste stukje Brabant staat wat mij betreft in Den Bosch. Dat is de Sint-Jan. Jij hebt zoveel tegenslagen gehad, maar toch is daar op dit moment niks meer van te zien. De wonden van de beeldenstorm, die waren nog minimaal, vergeleken bij de schade die de bliksem aanbracht. In 1584 brandt daardoor namelijk je houten middentoren af. In de 17e eeuw word je zelfs afgenomen door de protestanten. De katholieken moeten uitwijken naar schuilkerken, zoals het Achterhuis in de Postelstraat, dat dienst doet als een tijdelijk kerkgebouw. Deze schuilkerk ligt aan de binnendiezen, waardoor de kerkgangers eventueel nog kunnen vluchten met bootjes bij een controle. Maar gelukkig behoorde dit huis toe aan een katholieke wijnkoopman, die controlerende soldaten altijd even diep in het glaasje laat kijken in plaats van in het achterhuis. Er staat namelijk een flinke boete op het belijden van het katholieke geloof. De huiseigenaar moet 300 gulden betalen en elke aanwezige in de schuilkerk betaalt 25 gulden boete. Dus stel je eens voor dat dat in deze tijd zou gebeuren, met de waarde van geld die wij nu hebben. Dan was je in zo'n ochtend ineens 600 euro lichter. Pas een eeuw later in de 18e eeuw word je weer teruggegeven aan de katholieken. Je bent sterk verwaarloosd, want er groeien zelfs planten naast je houten banken. Je had dus toegewijde bezoekers nadat je werd teruggegeven. Het herstel kon beginnen. Vele restauraties hebben er plaatsgevonden en wat sta je er nu mooi bij. Al die ambacht en kunst herbergen in jou. Hoeveel tegenslagen ook, je kunt jaren later dus nog steeds glanzen als een parel. De parel van Den Bosch.